Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe map van een kijkeraflevering. Ik ben Melvin en ik ga vandaag weer jullie map spelen in, jawel, een nieuwe aflevering. Het is weer zondag en dat betekent ook maar één ding. Dat ik jullie maps ga spelen. Ik val in herhaling, oké. Dit is echt de domste intro ooit. In ieder geval mensen, wij zijn inderdaad weer terug bij een nieuwe map van een kijkeraflevering. Ik weet niet wat ik net deed, qua stem, qua alles, qua... Ja. In ieder geval, wat ik wel weet, is dat wij hier in de allereerste map staan. Kijk eens aan, daar ben ik. Ik ben hier in een heel mooi houten huisje beland. Met een hele grote dubbele chest en wat bordjes van puzzel, want het is een puzzelmap als het goed is. En de map is gemaakt door Tycho V. Bem 2003. Oftewel Tycho. Awesome Tycho. Wij gaan hier in dit ding kijken. Hij heeft een leuk patroontje gedaan. Respect voor. Respect hoor. Ik ga het gewoon lekker verneuken. Oké, nu is het hele patroon weg. Haha, wat ben ik ook zielig hè. Nou, we gaan in ieder geval het boekje lezen. Wat staat er? Yo Melvin, nadat jij de video online had gezet met hoe je een map moest maken, dacht ik: nu ga ik jou een map maken. Dit is een puzzelmap en hopelijk geniet je ervan. Regels, speel in survival, difficulty, peaceful, speel met een lach. Ik ga zeker weten met een lach spelen. Laten wij maar op dit knopje drukken en... Oh mijn god, we beginnen hier in een kamer met bomen en dat is het. Moeten wij hier ergens omhoog klimmen of zo dat wij dit parcours doen? Ik weet niet. Er stond niet een regel van dat we blokken niet mochten breken. Zie. Zie? 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 Ik heb hem. Ik heb de button gevonden. Kijk eens aan. Level 2. Je mag nog steeds leaves breken. Stond dat ook bij het eerste? Oh, wauw. Ik brak gewoon die leaves van ja, YOLO. Ik ben fucking stoer en ik mag dat. Maar dat mocht dus ook gewoon. Maar ik mag nog steeds leaves breken. We moeten weer op zoek gaan naar de button. Ik denk dat hij hier ergens gaat zitten. Ik heb zo'n vreemd vermoeden dat ik die button hier ergens terecht ga. Ja, kijk. Ja hoor, we hebben niet sowieso de button. Sowieso dat hier een button gaat zitten, jongens. De kan, dit moet wel. Dit is zo erg suspicious. Nee, niet? Wat? Oh, wauw, wel. Kijk, jongens, de button. Piep. Yeah, jongens. Oké, je mag nu geen leaves breken. Oké. Ik vind het best wel een leuke wending. Alleen het regent. En zoals jullie het weten, ik haat regen. Dus in een moment bieten. En toen was het droog. Nou, wat een wonderlijk iets is dat toch, jongens. Wij moeten in ieder geval hier op zoek gaan naar een button. En we mogen hier geen leaves... Daar zit hij. Oh mijn god, maar hoe de fuck gaan we daar... Wow, oké, ik heb de button gezien. Nu is het alleen nog een kwestie van daar komen. Of kunnen we vanaf hier... Ja, oh mijn god, oké. Je mag het dirt breken. Serieus, we moeten nu op zoek in deze kamer. What the fuck, joh. Oké, wij gaan dit gewoon doen. Yo, oh hier is hij. Yeah, gevonden, bitch. Wat moeten we nu doen? Level 5 en ook de laatste. Je mag niks, maar dan ook helemaal niks breken. Oké, we gaan eens kijken of we hier een button kunnen vinden. Ik hoop het dat ik hem heel snel vind. Dan hebben we de puzzelmap gewonnen. Hebben we overtroffen, ja hoor. Alleen, ik zie nergens een button. Wat? Waar moeten we die button ooit gaan zoeken, joh? We mogen niks breken. We moeten dus gewoon... Wat we nu zien, moeten wij proberen een button te vinden. Is er een mogelijkheid om hier omhoog te springen? Ik weet het niet. What the fuck? Kunnen we de andere kant... Oh, we kunnen de andere kant ook om. Yo, hé, wat is dit ooit van... Waar gaat die button ooit zijn, vriend? Ik durf te wedden dat ik er nu al twee keer voorbij ben gelopen. En dat jullie allemaal straks zeggen van... Melvin, daar zit die button. Je bent blind. What the fuck? Ik zie hem. Ik weet het niet. Zit hij daar? Nee, zit hij ook niet. What the fuck? Wauw! Ik heb hem! Oh my fucking god. Oké, yes! Oh! Die was echt zo fucking... Oh my god, wat de... Wat? Oh, dit was de button. Tocht! Lok de koeien naar de pressure plates. Oké, we moeten dus koeien spawnen en die moeten we lokken en... Oh my god, check dat logo daar. Fucking awesome. Spawn koe. Oké, cool, ga jij naar die trap pressure plate. Yeah! Holy fuck, dit is best wel awesome gedaan hoor. Kom maar, koe, kom maar. Kom maar. Volg het wiet. Ja, goed zo. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Ga erop. Yeah! Oh mijn god, dit is echt fucking briljant gedaan, joh.
Oh, nu hebben we een Dolof. Oh, wauw. Nee, ik vind het echt een super originele map. Zo'n map heb ik nog niet eerder gehad eigenlijk, zo'n puzzel gebeuren. Ik geniet hier wel van. Ik vind het serieus een leuke map. Oh mijn god, Tycho. Dit vind ik echt een leuke map, joh. Kom op, lopen jij. Kutkoe lopen, nu hier naartoe. Ja, ja, yeah, oké. En wat is dit? What? Oh my god. Wat? Waarom zit daar opeens een... Oké, ik weet niet wat dit... Oh my fucking god. Oh my fucking god. Wat gebeurt er? Waarom word ik opeens hier naartoe geteleporteerd? Gozer, ik werd opeens... Oh wauw, die koeien, die leven nog. Oh, dat is dom. Die koeien, die leven nog. En dan word ik terug geteleporteerd. Oh my god, oké, we moeten snel hier naartoe. Yes, oh my god, we hebben het gedaan. Yes, oké, die koeien moeten ons nu niet gaan doden die daar staan. Of doden. Ik bedoel teleporteren. Wauw. Maar wat staat hier? Kijk achter je voor meer bordjes. Ik heb een teleporter skin en mijn vrienden ook. Daarom de Teletubbies. Awesome. Oh mijn god. En mijn skin ook in het groot daar. Echt super vet. En AM. Ja hoor. Super awesome. Wat hebben we hier allemaal staan op de bordjes achter ons? Tycho van Bambelen YouTube kanaal. Leuk dat je mijn map hebt gespeeld. Ik ga er meer maken. Hopelijk vond je de map leuk. Kijk nog wat rond. Dit was mijn eerste map die ik heb gemaakt. Dit was de map en fijne dag verder. Cool YouTube kanaal. Altijd Melvin. Hier staat niks. Je hoeft dit niet te lezen. Waarom doe ik dit? Oké, doei. Oh mijn god Tycho. Ik heb serieus echt ontzettend genoten van deze map. Het was echt een heel origineel iets met die puzzels. Of in ieder geval origineel in de zin van wat ik tot nu toe allemaal heb gespeeld en binnen heb gekregen. Ik vond het echt leuk. Niet parkour, nee, gewoon puzzelen. Niet al te moeilijk, gewoon straight to the point. Ik heb ervan genoten. Die gewoon daarom, omdat je map zo origineel was en ook gewoon command blocks en er zat gewoon tijd in. Geef ik jouw map, jawel, daar komt ie. Een 17 van de 18 punten. Altijd Melvin punten. Ik weet nog steeds niet de namen voor. Maar in ieder geval 17 van de 18 geef ik deze. Want echt, oh mijn god, ik heb hier serieus heel erg van genoten. En ja, we gaan denk ik nu maar gewoon naar de tweede map dan. Ja. En toen waren wij aangekomen in de tweede map van deze aflevering. Kijk eens aan, wij staan hier ergens heel erg hoog. We vliegen hier zelfs gewoon in de void, zie ik. Wauw, er is hier gewoon helemaal... Die zit echt doodstil. Nou ja, we gaan in ieder geval maar even lezen. Yo Melvin, leuk dat je mijn map speelt. Ik hoop dat je het leuk gaat vinden en er komt parcours en een verrassing in voor. Maar natuurlijk zijn er ook een paar regels. Regelspelling Game Mode 1, Peaceful, Render Distance op 8 heb ik net gedaan. En klik op de knop. Oh mijn god. Eerst parcours, een high jump parcours. Oh nee, dit ga je niet menen. Oh, dit is wel iets waar ik niet echt een voorstander van ben. Maar we proberen het gewoon. We kunnen dit. Wij kunnen dit... Dat bedoel ik niet. Wij kunnen dit niet. Oké, dan nu. Nu gaan we hem halen. Je moet hier dus wel bij sprint. Oké. Dan moeten we daar naartoe. Woepseke. Oh mijn god. Het zijn niet de moeilijkste jumps. Daar ben ik blij om. Klik om naar het volgende parcours te gaan. Awesome. Oké, gewoon rennen. Oh mijn fucking god. Yo, hé. Het wordt nu moeilijker. Oké, dan gaan we weer. Rennen. Oké, we hebben de speed weg en nu gaan we opnieuw. 3, 2, 1. Oh, mijn fucking god. Ja, yes. Oké, nu slime jumps naar beneden. Daarna komt de verrassing. Oh, maar... Ik val ook gelijk naar beneden. Jongens. Oké, we wachten even totdat het speed weg is en dan kunnen wij dit gaan fixen. Oké, jongens, daar gaan we. We hebben serieus nog de jump boost. Wauw. Oh mijn god. Oké. Dan moeten we zeker gewoon lopen. Ja, oké. Oké, we moeten dus dit gewoon lopend doen. Ik snap hem al. We hoeven hier niet te springen. Het is gewoon een kwestie van... Ja. Oh, jammer. Oké, dan doen we dit nog een keer. We gingen hier een mist in. Dus dan landen we hier nog een keer op. Kijk. En dan... Poing. En dan moeten we daar naartoe... Hoe de fuck? Die is toch wel mogelijk, of niet dan? We gaan even een extra hoog landen. Oké, daar gaan we. Oké, daar gaan we, jongens. Hop. Poing. Ja, nu halen we hem. Yes. En nu halen we deze ook. Kom op. Oh mijn god. Oké, ik vind gewoon dat ik die heb gehaald. En toen waren we hier. Wat staat hier? Oké. Dank je voor het spelen van mijn map. Het heeft veel tijd gekost, maar hopelijk was dat het. Wat? Het heeft veel tijd gekost, maar hopelijk was dat het.
Hopelijk was dat het. Ja, hopelijk was dat het. Vergeet niet een cijfer achter te laten. En voor de kijkers, doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op je oude Melvin. En vergeet niet de mapmaker Bart Reintke te volgen op Insta. Zelfpromotie. En dan heb ik nog maar één ding te zeggen. En dat is, doei mensen. En hier staat dan klik voor de verrassing. Bam. Verrassing. Oh mijn god. Oké. Dit is het eind. Klink hier op de beginnen. We hebben een eilandje. Oké. En oh. Oh mijn god, jump boost en... Hey, mijn logo. Fucking awesome. Oké, maar die jump boost is wel heel hinderlijk. Maar wat hebben we in het huisje zitten? Oh, dit is gewoon een vliegend eilandje wat een verrassing is. Met mijn logo. Fucking awesome. Zeker weten. In ieder geval, Bart. Ik heb genoten van jouw map. Hij was wel kort. Dat laat ik eerlijk in zijn. Maar het was gewoon wel een leuke map. En ik denk als hij langer was, dat hij wel een hoger cijfer had gekregen van mij. Maar ja, nu zit je wel te wachten op je cijfer. En deze map krijg je van mij. Het cijfer. Een 12 van de 18 punten. Jawel. Waarom een 12? Zoals ik net al zei, was redelijk kort. En dat vind ik heel erg jammer. Want het was serieus een hele goede map. In ieder geval, Bart, bedankt voor jouw map. Wij gaan nu door naar de derde map van deze aflevering. En toen waren wij aangekomen bij de derde map. En deze map is van een maker. En die heeft straks nog een map voor mij gemaakt. Jawel, dat is Ries. Dat staat hier zelfs wederom gemaakt door Ries. Want hij had twee maps opgestuurd in hetzelfde mailtje. Dat vond ik wel heel bizar en super awesome. We hebben in ieder geval hier staan. Ayola. Spaanse uitspraak. Geen idee hoe dat uitspreekt. Ayola. 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 Ola. 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 Oké, ik heb geen idee. Wat leuk dat je mijn map speelt. In deze map is de opdracht. Find the button. Ik zou zeggen, veel succes. Oké, wat staat hier nog meer? Regels. Die kunnen we veranderen door hierop te drukken. Awesome. Hebben we gefixt. En dan moeten wij nu, volgens mij gelijk al in deze kamer, een button gaan zoeken. Nou, die zou vast en zeker hier wel ergens zitten op de grond of zo. Zo'n sneaky plaats. Want er staat hier al moeilijkheid een sterretje. Dus dat is kamer 1. Is dat niet gewoon een van deze buttons? Ja, dus dat dacht ik al. Oké, kamer 2. Moeilijkheid 1 sterretje. Ik ga ervan uit dat die ergens in het water ligt. Ja, kijk. Hier vast en zeker ergens. Als we hem kunnen klikken. Oh, ik had echt verwacht dat hier die button zou zitten. Nee, niet? Oh, dat ziet er echt heel erg uit alsof daar wel een button kan zitten. Dit zou te makkelijk zijn. Dat zegt hij er zelf ook gewoon bij. Oh mijn god, oké. Waar de fuck is dan die button? Die button die moet hier in het water zitten. Alleen, ik kom er niet bij, joh. Zie, waar is die button? Oh, wauw. Wauw, de button zit fucking in de boom. Oh mijn god, dat is zo sneaky gedaan, hè. Oh mijn god, fuck jou. Yo, hey, wauw. Ik ging helemaal moeilijk doen met het zoeken daar. Oké, we hebben in ieder geval hier nu de tweede map. En ik weet niet wat de moeilijkheidsgraad van deze is. Laten we eens kijken. Moeilijkheidsgraad. Vertel mij. Weer 1 sterretje. Oké, dus ik ga er niet vanuit dat die weer super moeilijk is. Ik denk dat we hem heel snel gaan vinden. Ja, zie, daar is hij gewoon al. Oké, die was een stuk makkelijker. Nou, weer een makkelijke map. Ik vind het wel awesome gedaan. Dit doet me trouwens wel gelijk denken aan de allereerste map van deze aflevering. Ook met het zoeken naar buttons. Ik vind het gewoon wel echt een leuk iets. Ik vind het veel leuker eigenlijk dan parkour, als ik eerlijk ben. Het is gewoon totaal wat anders. Zie, we hebben nu alweer hem gevonden. Find the right button. Oh mijn god, serieus. En hij heeft er een parcours van, hij heeft een... Oh nee, dat is zo'n doolhof heeft hij ervan gemaakt. Nee. No. Jammer. Oh mijn god, dan geeft hij me nausea. Nee, dit meen je niet. Oh mijn god. Oh wow, dizzy. Oh wat. Hou op, stop die nausea. Oh mijn god, jammer. Oké. Oh, dit is zo kut parcours. Want je moet nu tussen de dingen doorlopen. Tussen de blokjes door. Omdat het met fences is gemaakt dit. Ik kan het wel voor de gein laten zien. Zie, er zitten fences onder. En dat zie je dus niet. Maar je kan niet over die fences heen lopen. Omdat het dak ook te laag is. Dit is dus echt een ultra moeilijk iets. Yo, hey, kunnen we die button nu aanraken? Nee. Oh mijn god. Oké, we zijn goed op weg. We kunnen nog geen button aanraken, maar we komen er... Ja hoor. Zoeken. Wauw, werden dat gewoon echt de allerlaatste is. Tip, lopen op het midden van de... Ja, zie je, dat zei ik toch al. Het midden moeten we volgen. Ook al is het nu wat lastig te zien door die kutnausea. Ga weg. Kutnausea, ga weg. Dankjewel. Oké, ik durf te wedden dat die button pas ergens op het einde te vinden is. Sowieso. Dat moet bijna wel. Of het is stiekem toch deze, als we er bij kunnen komen. Ik moet er gewoon... Kom op, gun mij die button. Ah, ik wil die button hebben. Oké, dan niet. Dan lopen we naar deze. Tik. Oh, yes, ik heb hem ook gewoon gelijk gevonden.
thermo. Awesome. Oké. Okay. Dit wordt wel wat moeilijker volgens mij. Er staat dat we hier drie moeilijkheidsgraden hebben. En what the fuck? Oh mijn god, ik heb hem gelijk. Oh, wauw. Ga kut, Vark. Aan de kant, aan de kant. Aan de kant. Ik wil trouwens wel even genieten van deze map. Ik vond die hier. Zoveel werk en ik vind hem waarschijnlijk gelijk. Is het hem wel? Ik weet niet of het hem is. Straks is het een strol. Zullen we eens kijken? Want de map heet Find a Button. En dit is een lever. Alleen er staat een kutvark in de weg. Varken, ga weg! Dankjewel. Oh! Oh, dit wordt nog zelfs een hele puzzel, joh. Ik hoorde daar... Ja! Zie, nu is... Oh, wacht, kunnen we daar nu omhoog? Want ik zag daar net een chest zitten en nu kunnen we voor mij deze trap pakken. Kijk, en daar is de button. Oh mijn god, oh mijn god, ik voel me briljant. Ik voel me bril... Nee. No. No way. No. Misschien moet je in de hoogte gaan kijken. Oh, wauw. Wie de fuck verzint dit ooit? Oké. Okay. In de hoogte gaan kijken. Dat is een tip om te parcouren. Zie verder dat het deze is. Oeh, zo close. Dan is het een van deze. Dat moet wel. Een van deze. Ja! Yes! Oh mijn god, joh. Ries, ik vind het super awesome. Spawnpoint. Is dat nodig? Ik weet niet of dat nodig is. Fuck die spawnpoint. Kamer. Moeilijkheid 7. Niet in creative gaan, hè? Oh, nou. Nou... Fucking hell. Oké, dat gaat 3000 pogingen duren. Huh? Wat? Huh? Ik val door de... Oh, wat gebeurt er? Ik val door de lava heen en ik heb het opeens in een kamer. Super secret. Heb je de code onthouden? Welke code? Ik heb niet eens een code gekregen. Super secret. Kijk verder als je echt geen code gevonden hebt. Niet stiekem toch kijken terwijl je de code wel hebt gevonden. Code 14690. Waar moest ik dan die code vinden? Ik weet het niet. 14690. Is die code al ingevuld of zo? 146. Oh wauw, de code is al van me ingevoerd. Nou, dat is helemaal mooi. De juiste knop. What the fuck? Welke code dan? Ik heb werkelijk geen idee. Oké, we moeten nu een quiz doen. Find the correct button. Om de twee vragen krijg je spawn point voor het geval dat. Awesome. Oké, we gaan hier weer even slapen. Dankjewel. En dan moeten we kijken. Ik kies het. Wat wil ik later worden? Oké, okay. Is dat... Zou dat kunstenaar zijn? Want hier zat gewoon al een minecart. YOLO! Nee dus. Oh my god, hé. Hey. Nou, dan wil jij een architect worden. Ik vind jou wel een architectenman namelijk. Ja! Goed! Oké, awesome! Oké, waar zit het onderwerp in deze zin? De gazelle is opgegeten door de leeuw. Oké. In de buik van de leeuw, de gazelle, het eerste en het tweede woord in de zin. Wat is dit nou weer voor bullshit vraag? Alles is in principe hetzelfde, alleen... Ik denk gewoon dat hij voor de gazelle gaat. Dat moet wel, dat is gewoon technisch gezien correct. Fuck hem nou maar! Fuck hem, oké. Ik ga in game mode 1, bullshit. Sorry dat ik hack. Maar dat slaat nergens op. Dan is het sowieso deze. Dan is het sowieso deze, niet in het buik van dat ding. Nee, zie? Ik wist het gewoon. Oké, nu hebben we opeens een vraagding. Is deze map gemaakt met World Edit? Nee. Oké, heeft Donald Duck schoenen aan? Nee. Deed Casey mee op het WK met NL? Een voetbalvraag? Are you serious? Ik weet toch niks van voetbal af. Wie de fuck gaat er nou een vraag over voetbal aan mij stellen? Oh mijn god, Ries. Wat doe je me aan? Ja, yeah, I don't know. Oké, okay, nee dus. Nou, laat ik dan maar doodgaan. Ja, oké. Okay. Nou, is deze map... Nee. 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 En wat is hier de vraag? Nee, het was Klaasie. Wauw. Speelt Guus Meeuwis een van de zeven kleine mensen in de film Sneeuwwitje en de zeven kleine mensen? Een modern sprookje? Nee, sowieso niet. Nee, zie jongen, Guus Meeuwis gaat niet meedoen in zo'n film. Oké, okay, we hebben nu weer een normale quizding met
Ja, dat we weer zo'n button moeten zoeken. Holy fuck, joh. Deze map is echt bruut. Deze map is echt bruut. Deze map is echt awesome. En hier zitten twee buttons. Helaas is het geen van die twee buttons. Dat was ook wel te verwachten eigenlijk. Verder dat hij ergens hoog in de bomen zit. Hoog in de bomen zit vast en zeker wel een button waar wij op kunnen klikken. We gaan gewoon kijken. Ik denk het namelijk wel. Au, dat heeft pijn. Er moet hij toch wel ergens een button zitten. Button, button, waar zit jij? Ik denk echt dat je hier ergens zit. Of niet? Nee, niet die button. Ik klim gewoon helemaal naar boven. Sowieso hier bovenop het topje. Een button. Ja hoor. Tada! Ik zei het toch. Hoog in de bergen staat een dingetje. Oké. Nou, we moeten in ieder geval ook een button vinden. What the fuck? Meen je deze dat we hier in gangen moeten lopen om te zoeken naar een button? Wer eigenlijk dat hij niet in zo'n gang zit, maar dat we hier omhoog moeten proberen te komen en dat hij hier ergens staat? Sowieso dat dat ding iets bevindt. Of niet? Nee, niet. Nee, dat lijkt me te sterk dat we gewoon random zo'n gang in moeten gaan en dat daar een button in zit. Nee, dat kan niet. Nee, zo is er iets niet. Ik ken er iets ondertussen wel. Werden dat hier ergens in de lava zit, gewoon ergens hier. Oké, nee, dat is dus ook niet waar. Waar de fuck dan? Het lijkt me stug dat hij in een gang zit hoor, echt waar. Maar ja, je weet het nooit. We gaan gewoon even al die gangen belangs en dan zien we het vanzelf wel. Zie, dat zei ik toch al. Ik heb nu al alle gangen gehad en hij zit er gewoon niet. Dan durf ik bijna wel te wedden dat we door de lava heen moeten. En dat daar die button gaat zijn. Maar er is ook een kans dat die button hier ergens zit. Als we hier zo springen, dat die daar ergens te zien is. Zo en dan daar om het hoekje. Maar ik weet het niet. Dit is zo kut. Waar is die button? Oh mijn god. Oh mijn god. What the fucking fuck, yo. Wow. Dit meen je niet. Wat? Dat was zo sneaky. Dat was zo fucking sneaky. Zag waar die button zat. Oh mijn god. Oké, we moeten dit parcours doen. Daarom is deze wat moeilijker. Oh, wow. Oh mijn god, joh. Dat was echt heel sneaky gedaan. Oké, nou dit is tenminste niet heel moeilijk. Oké, wat is dit? We zitten nu ergens in een ballon of zo, of wat? Hoop dat je hem leuk vond. Neem even een kijkje achter je. Oh, volgens mij is dit het einde van de map. Oh mijn god, joh. Neem even een kijkje van boven. Oh, wacht, mijn chunks staan nog verkeerd. Oh, mijn mond. Oké, oh mijn god. Check hoe fucking awesome. Hij heeft hier gewoon alles gelaten. Oh, what? Yo, way. Deze map is echt fucking bruut. Oh mijn god, en moet je nagaan dat hij nog een map heeft gemaakt. Oh mijn god joh, Ries, deze map, dit is echt fucking awesome. Hier kunnen zoveel maps wel een voorbeeld aan nemen aan hoe gewoon deze in elkaar zat. Ik heb hier echt daadwerkelijk zoveel van genoten. Yo, hey, Ries. Ik bedank jou voor jouw map. Echt, holy damn. Ik heb hier echt van genoten. Ik vond het een superleuke map. Niet echt parcours of zo. Nadenken, gewoon puzzelen. En deze map, echt waar, krijgt van mij de 18 van de 18 altijd 11 punten. Of punten, weet ik veel hoe ik ze noem. Het is gewoon niet moeilijk om dat te geven. Dit is namelijk gewoon echt bruut. En oh mijn god, ik val. Maar even serieus, bedankt voor deze map, want ik heb er serieus van genoten. En ja, dit was ook tevens de laatste map van deze aflevering. Volgende aflevering hebben we weer een map van Ries. Dat weet ik namelijk, want hij had er twee gestuurd. En dit heeft al echt een hele goede indruk achtergelaten van wat jij allemaal kan. Holy damn. In ieder geval, bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Druk op de blauwe duimpje omhoog. Laat een leuke reactie achter. Abonneer, reageer. En heb ik nog maar één zeggen tegen jullie. En dat is, doei mensen.